Skylla. Een misdaadorganisatie waar we geen vat op krijgen. Een van de divisies rooft baby's in de Oostbloklanden en verkoopt ze in het Westen, hier. Een detective ontdekt voor een Poolse moeder dat haar baby hier, compleet met adoptiepapieren, verkocht wordt aan een familie Zuilinga. Die Poolse maakt een hoop stennis, want ze wil die baby terug. Zo komen wij Gerrits op het spoor. Werkt bij een adoptiekantoor. Maar voordat hij kan praten, raken we hem kwijt. Misschien moeten we die Zuilinga's maar zonder druk zetten. Wie heeft die baby bij die familie gebracht? Gerrits? Iemand anders? Hoeveel hebben ze betaald? Aan wie? Wie is het brein erachter? Ja, Maxine, met Talsma is Adrienne thuis. Kan jij mij misschien het adres geven van de pianolerares van Jessie? Natuurlijk wat Skylla. Maar waarom? Ik weet toch nog niks. Bovendien doe je het niet. Ja, bovendien. Zeg, zou je het beeldendijk niet beter meteen gaan vertellen? Uitstel maakt het alleen maar pijnlijker. Paul, ik heb een probleem. Waarmee? Met mijn geweten. Mevrouw Rieding. Van meneer Beelderdijk. Shit. Mulder. En alleen maar omdat hij met mij wilde praten. Die tipgever, die neergeschoten werd waar hij bij stond. Had het kunnen halen en daarom hebben ze hem geliquideerd. Hij werd toch bewaakt, neem ik aan. Op de gang. Komt een arts binnen, trekt de stekker eruit. Had ook een vrouw en twee kinderen. Daarom neem ik geen risico's. Nee. Laten we vooral geen risico's nemen. Ja, wat wil je dan? Het is jouw zaak niet meer. Er zijn goede mensen opgezet. Ruward is er één van. En ik deserteer. Om, hè? Elke dag een half uur. Vergeet je wiskunde maar, dat wordt toch nooit wat. Muziek maken, hè? Dag. Ik wou dat iemand dat tegen mij had gezegd toen ik 6 jaar oud was. Het is nooit te laat. Alleen kan ik er geen nieuwe leerlingen bij hebben. Nee, daar kom ik niet voor. Talsma. Recherche. Jessie Rieding. Dat is toch een leerling van u? Jessie is zelfs een van de leukere. U zou haar vanmiddag les hebben gegeven, maar dat heeft u verplaatst naar gisteravond. Ik moet audities begeleiden vanmiddag. En dat kwam zomaar plotseling op. Wat is er aan de hand? U weet wat Jessie's moeder doet? Nou, iets bij justitie. Mevrouw Rieding kwam gisteravond Jessie afhalen. En onderweg naar huis zijn ze klem gereden door een stel motorrijders. Wat afschuwelijk. Zijn ze... Nee, ze zijn alleen maar geschrokken. Maar ik denk dat die mensen wisten dat Jessie gisteravond les had. Daarom wil ik graag van u weten waarom u die les heeft geplaatst. Ik ben om 5 uur gebeld door een pianist. Of ik zijn audities over kon nemen. Hoe heet die pianist? Ketel. Ik ken hem niet, maar hij had mijn naam via de repetitor. En die ken ik natuurlijk wel. Dat is Barend van Weerden. En wat zei hij precies? Dat hij niet kon. Het zijn opera-audities vanmiddag om 2 uur. Ik zei dat ik leerlingen had. Al mijn middagen zijn vol. Hij zei, je kunt ze toch wel voor 1 keer... naar de avond verzetten. Heeft mijn vrouw u gebeld? Die meneer Gerrits, die bemiddeld heeft met de baby. Is dit hem? Ik kan u niet helpen. De vraag is of u die man herkent. Hij heeft u een baby geleverd. Er is helemaal geen baby. Het is vannacht gebeurd. Heb je lawaai gehoord? Niks. Ja, een auto.
Hebt u de politie gebeld? Denkt u dat ik gek ben? De politie maakt me niets meer. Hebt u behalve met die Gerrits nog met andere mensen te maken gehad? Het is mosterd naar de maaltijd. Mijn vrouw heeft kanker gehad, baarmoeder. Adoptie, overal geprobeerd. Ik ben te oud, zei eigenlijk oud. Dat laatste bureau weer niet. Die man, spreek me aan. Op straat. Hij kan voor papieren zorgen. Hij weet een tehuis in Polen waar ongetrouwde meisjes hun kind afstaan. Kost alleen veel geld. Hoeveel? Ik zou het zo weer betalen. Misdadigers. Ze verkopen je een baby, stelen hem terug om hem aan de volgende door te verkopen. Terwijl de politie hier de deur plat loopt. En waarom krijgen we dat nu pas te horen? Ze zijn al een week aan het timmeren. Ja, en daarom dan? Dat is toch een wet? We hoeven geen gezeur, ja? Je hoort het nu pas, omdat het nu pas definitief is. En dat gaat zomaar. Het is niet altijd leuk bij de politie. Het is niet mijn idee en het is niet hun idee. En laat ik niet merken dat iemand van jullie probeert om de grapjas uit te hangen. En laat staan dat ik de halve groep continu in het café van Annie wil aantreffen, alleen maar omdat we onze kantine kwijt zijn, ja? Meneer Lobit, Adriaan Rieding, officier van justitie. Oh, heeft u dit bedacht? Dat ik mijn halve politiepost kwijt ben. Dat mijn mensen vastzitten als haring in een ton en dat ik mijn werk niet meer kan doen. Dat spijt me echt verschrikkelijk. Ideale werkomstandigheden. Ze denken erover om te gaan staken en ik kan ze geen ongelijk geven. Nou, misschien kunnen we... We kunnen niets. Maar als u die persoon tegenkomt die dit allemaal wel bedacht heeft, mag ik hem zeggen dat we een monument voor hem oprichten. Is dat de manier waarop jij een officier van justitie verwelkomt? Kan jij even ergens anders wat gaan doen? Maar natuurlijk. Wat doe jij hier? Ik heb me bedacht. Waarom? Omdat dit mijn werk is. Ja, maar je wordt bedreigd en je dochters ook. Dan zorgen wij dat ze niks overkomt. Een andere officier van justitie heeft ook kinderen. Ik heb Bilderdijk formeel laten weten dat ik het doe. En wat zegt Paul ervan? Paul respecteert mijn mening. Adrienne, wees nou eens eerlijk. Ik kreeg last van mijn geweten en dat kan ik niet hebben. Ik heb de halve nacht liggen denken en nu begrijp ik het. Nou, dan begrijp je meer dan ik. Skilla denkt dat ik meer weet dan ik weet. Misschien valt het wel helemaal fout bij ze als je het wel doet. Als ik een vak zonder risico's had gewild, dan was ik wel rozen gaan kweken of kuikens gaan siksen. Bovendien, ze houden je in de gaten. Alleen al het feit dat je hier bent. Nou, wat gaan we doen? Een bordje op de deur? Hier zit Jonah 13 en we jagen op Skilla? Niemand heeft mij hier zien komen. Oh nee? En dat weten wij zo zeker door onze 100-jarige ervaring met de recherche in Groningen. Het is net alsof je mij hier liever niet hebt. Misschien moet ik Bilderdijk bellen. Als je dat doet, dan ben je mij kwijt. Je krijgt bewaking.
En je dochters ook. Je blijft op het parket, ik wil je hier niet zien. Bewaking, dat is jouw zaak. Of je mij hier ziet, dat is mijn zaak. Adrienne, luister. Al zijn wij nog zulke goede vrienden. Ik ben hier als officier van justitie. En mijn kantoor is op het parket. Maar ik doe mijn werk. Dat betekent dat ik jullie allemaal op de vingers kijk. Dat ik bij verhoren of arrestaties ben als ik dat nodig vind. En dat niemand van unit 13 ook maar één vinger uitsteekt zonder mijn fiat. Dat is de deal. Lijkt mij meer het mes op een keel. Bilderdijk wil het team ontmoeten. Kan dat snel? Paul heeft gelijk. Je bent werkelijk ongelooflijk. Paul noemt dat meer eigenwijze opsodemieten. Als ze een hok voor me inrichten, wil ik daar liever zelf bij zijn. Ik heb eigen spullen. Oh, sorry. Ja, ik ben jullie analist, Arthur Torp. Iedereen noemt me Kinkje. Ja, ik ben Talsma. Dit is onze officier van justitie. Adrien Rieding. Nou, kom maar, ik zal het je even wijzen. Eigenlijk voor uw schoonzuster Grazina. Is terug naar Polen. Met de baby? Ja, hoe bedoel je met die baby? Dacht je dat ze die zomaar teruggaven? Daarom, mijn kind ligt totaal in de vernieling. Waarom is ze dan vertrokken? Ja, wat moet ze dan? De visum verloopt, niemand steekt een poot uit. Justitie niet, politie niet. Oh, nou. Ze vallen Grazina lastig alsof het een misdadiger is. Mens kan geen kant uit. Ze wil gewoon de baby terug, vind je het gek? Wanneer is ze vertrokken? Wij praten met de advocaat om baby terug te krijgen. Wanneer is ze vertrokken? Eergisteren. Met zo'n charterbus. Hier. Van het reisbureau, als je me niet gelooft. Dat is toch een schande. Eerst ontvoeren ze de kind op klaarlichte dag. Dan kost het een godsvermogen om het terug te vinden. En vervolgens krijgen ze het niet terug van de wet. Nou, reken erop dat ik dit in alle kranten gooi en op de televisie. Al duurt het een jaar. Al duurt het 2 jaar. Die persoon zit hier. Met zijn kop naar de spiegel. Vaste plaats. Ja, het spijt me, Kinky, maar ik moet zo weg. Ja, ik maak een knopje onder de tafel. U drukt, er wordt getaped. En je ziet niks. Alleen een lensje boven in de hoek. Maar dat werk ik al weg, lijkt het een vlekje in de baan. Ik dacht dat jij analist was. Ja, ik knutsel graag met elektronica. U mag de afdeling technische ondersteuning vragen. Maar ik ben beter. Ik kan de hele bovenverdieping hier beveiligen. Ah, mijn bestellingen. Deze kant uit hier. Voor 1 extra telefoon moet ik 10 formulieren invullen en dan krijg ik hem nog niet. Vertel mij wat. Heb ik allemaal meegemaakt? Ja, vast. Misschien moet ik ook een unit beginnen. Dan is alles mogelijk. Kijk je toch de andere kant uit? Ja, wat ik ook zie. Jullie hebben hier een deur verzonnen. Slotje erop? Ja, het spijt me, maar het wordt off limits voor iedereen. Mij inbegrepen? Wat zei hij ook weer? Kapitein op mijn schip? Wegwezen, heren. Het is hier off limits. Ach, gelukkig, de pianist.
kom jij hier? Dat was toch afgesproken? Ja, maar niet met mij. Heeft Han Ketel je gebeld? Ach, laat maar. Figaro, pam, 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 pam. Ken je die partij? We beginnen met haar. Heeft u een ogenblikje? Ja. Die pianist. Ja. Han Ketel? Ja. Heeft hij u niet gebeld dat hij verhinderd was? En waarom? God beware ons voor primadonna's. Ik weet van niks. Ik mag nog blij zijn dat ik een vervanger heb. Een zaal vol zangers en een auditiecommissie. Heeft u zijn adres? Ja, Tempelhof 12. Waarom? We hebben het over een aanslag op een officier van justitie. Ik kan je zo meenemen, wegens medeplichtigheid. Ga je voor een jaar de bak in? Daar weet ik helemaal niks van, ik ben opgebeld. Door wie? Door een oom van die lerares Marie Durieu. Een oom? Heeft hij zijn naam genoemd? Nee, hij wou zijn nicht een kans geven. En had er geld voor over als ik me door haar liet vervangen. En die suggestie dat ze de lessen naar de avond moest verzetten, kwam die van hem? Kwam van hem, ja. Heb je dat geld al gekregen? Ja. Van wie? Dat weet ik niet. Het is hem in mijn auto gelegd. Ik moest de kofferbak openlaten. En waar is het nu? Ja, blijf daar verder maar vanaf. Zat het in een envelop? Ja. En waar is die nu? Dat heb ik weggegooid. Wat ben je aan het doen? Ik klamp me vast aan strohalmen. De baby is vannacht uit het huis van Zuilinga ontvoerd. Geen spoor. Het is niet waar, hè? Eerst Gerrits en nu de baby. Skilla? Ik kan me niet voorstellen. Razina zelf. Het was vannacht. En eergisteren was ze al naar Polen vertrokken. De reservering gezien en Harry heeft het reisbureau gebeld. Heeft iemand haar in die bus zien stappen? Dat was in Utrecht. Maar zo'n chauffeur, die telt toch de koppen? En als er één ontbreekt, dan belt hij het bureau, of niet? Of iemand anders rijdt mee op haar kaart en stapt er in Oberhausen weer uit. Nou, gaan we naar de unit. Ik kom zo. Geef de gegevens maar door aan mijn analist. En vergeet die bankbiljetten niet, die liggen op de piano. En als die Stennis maakt, je breekt zijn vingers, hè? Dat is minstens 80. Is dat uw auto? Ja, mijn kopen. En dan wou ik wel even uw papieren zien, om wat gegevens te checken. Code 1000. Nou, misschien wel alles in orde. Behalve dat u even met ons mee naar binnen gaat. Dan maken wij zo'n mooie, dikke, luxe bon voor u klaar. Oh, hier naar binnen? Dat komt goed uit. Deze meneer is een gevaar op de weg. Het lijkt deze meneer beter dat je die hand weghaalt. Uw papieren? Ik rij altijd te hard. En nu een beetje harder, omdat ik al te laat ben voor een afspraak hier. Hier? Het is weer een van die mafkezen van boven. Een collega. Als het nodig is, doen wij hier ook aan maten naaien. Dan stel ik me een wereld van genoegen bij voor. Oh shit, Roberto Amati. Heren, ik kom net uit een klus. Nog geen tijd gehad om het te wassen. Beneden wouden ze al een bloedproef nemen. Zijn dat vrienden van jullie? Hartsvrienden. Ik ben de enige die weet dat je niet Roberto Amati heet. En hoe weet jij dat? Mag ik dat even hebben?
Op een nacht komt er iemand binnen en snuffelt in je dossiers. Ik vertrouw niemand, ook niet in het korps. Ze zijn goud eerlijk, maar ze hebben allemaal vrouwen en vriendjes. En die kennen weer een barkeeper. Zeg maar waar ik moet beginnen. Je gaat langs Kinky voor de codes en de pieperafspraken. Ik zou me gaan scheren. Morgen moeten we naar de baas. Is dat alles? Daarna wordt het vissen. Moeten we dan echt zo leven? Blijf wachten voor de deur. De meisjes die niet meer alleen over straat kunnen. Dat gaat heus wel weer over. Ze weten wat er gebeurt als ze aan een officier van justitie komen. Die mensen zijn niet gek. Joos, laat je ons even praten? Nou, Josie mag best wel weten wat de moeder doet, hoor. Je bent 16 jaar. En daarom kan ik dit niet snappen? Nee, ik bedoel juist dat toen ik 16 was, toen vonden ze het al vreemd dat een vrouw er alleen maar zou zijn om het huishouden te doen of kinderen te krijgen. Ja, de middeleeuwen, maar je bent niet gewoon dokter of boekhouder. Ze bedreigen je. En je zou het niet doen omdat het te gevaarlijk was. Ze hebben je ook door de telefoon bedreigd. Wat weet jij daarvan? Ik dacht dat we hier geen geheimen voor elkaar hadden. Dat beweren jullie toch altijd? Je vader is kinderrechter en ik ben officier van justitie. En wat dan nog? Maar dat is dit soort werk. Daar zou jij gewend aan moeten zijn. Kijk, iemand moet het doen. Als niemand het doet, dan zou de wereld er vreemd uit komen te zien. Vind je niet? En doe je het daarom? Onder andere? Ze doet het alleen maar voor de kik. Ja. Ze leest Plato. Straks gaat ze ook nog psychologie doen. Hé, liefje. Pas echt op, hoor. Je denkt toch niet dat ik ons leven op het spel ga zetten? Je hebt wel een beetje gelijk met die kick. Maar ik vind ook dat het gedaan moet worden. Ik weet echt wat ik doe. Meneer? Ik ben maar een ambulance. Ja, als we samen gaan werken, dan gaan we ook samen eten, dacht ik zo. Onderlinge vrijgezellenbijstand. Ja, en kijken of jij niet sikkeneurig wordt. Ik dacht dat dat meer jouw domein was. Ik krop het tenminste niet op. Het stille Friese water ben jij. Ik maak tenminste gewoon ordinaire ruzie. Geloof verdomd dat je dat meent ook. De laatste keer dat ik je zag, lag je zo overhoop met Anke dat je niet eens gewoon je werk kon doen. Dat is 3 jaar geleden. De tijd heelt alle wonden. Je wil zekerheid in jouw rug, ik wil het in de mijne. Wat wil je? Een briefje van de dokter? Ik vraag alleen hoe het met je gaat. Chinees wordt koud. Fuck de Chinees! Ik een topper? Langer dan een dag dood. Geen sporen van geweld. Volgens mij is er een OAV uit voor die man. Met foto. Wat was het ook alweer? Gerritsen. Ja. Ik geef het wel door. Oké. Okay. Geen officier van justitie. Misschien zoeken ze een ander. Rebecca de Leeuw is nieuw. Van de rest hebben we alles. Behalve Amati, die bestaat niet. Kom nou. Zij het officieert. Hij heeft klanten. Jammer. Het voordeel is dat we dat stelletje beunhazen kwijtraken. Is dat al geregeld? Emily wacht op instructies. Emily heeft genoeg bewezen. Ze is te vertrouwen. Ja, ja. Wat doen we daarmee?
vast wel een zwakke plek. Goed, nou, als er verder niks is, ik heb een afspraak. Weten we waar ze zitten? Natuurlijk. Ja, Emily. Je naam is Anna Groothuis. Hier staat alles in. Ook wie je bellen moet. Geen probleem. Ga het boven maar bestuderen en ik wil graag de envelop terug hebben voordat je weggaat. Natuurlijk. Leuk je te ontmoeten. Amati. Adrienne Rieding. Wilderdijk. Amati. Hoe maakt u het? Nee. Rebecca de Leeuw. Hoe maakt u het? Kijk, mevrouw Rieding. Adrienne. Rebecca. Asma. Ruwer Tansma. Rebecca de Leeuw. Ik ben blijkbaar aangesteld als uw tweede man. Nee, dit is Ben Govers. Jawel. En wat we hier doen is niet al te veel nadruk leggen op onze posities. U bedoelt dat u het er eigenlijk niet mee eens bent? Wat ik bedoel is dat ik met Ben al 100 jaar samenwerk en dat ik u niet ken. Oh. Nou, ik ben de laatste die een wicht zal drijven tussen oude vrienden. Dat houdt Gorkum al wel. Hm? Ja. Ik dacht dat de plek minder belangrijk was dan wat je er doet. En wat deed u al zo in Gorkum? Dames en heren. Ik wil toch nog even uitleggen wat een speciale unit eigenlijk doet. Ik dacht dat het nou juist de bedoeling was dat niemand dat wist. Dat zijn onze mensen. Kitty, juffrouw, dank u wel. Ik ben medeverantwoordelijk voor het idee achter de kleine recherche-units. Dus de risico's niet alleen voor u, zijn ook voor mij. Ik stik hier mijn nek vooruit. En iedere misstap van u krijg ik op mijn bord. En dat is het laatste waar ik op dit moment behoefte aan heb. Ik wil geen enkele actie zonder een wettelijke grond van verdenking. En ik heb helemaal geen behoefte aan... Het spijt me, meneer Tansma. Excuseer. Als jongen hoopte ik altijd al dat ze me uit de preek zouden halen. Ik kreeg een telefoontje. Een vrouw die informatie heeft over die babysmokkelaars. Ze wil anoniem blijven. Maar waarom belt ze jou? Waarschijnlijk omdat die Grazina-zaak van mij was. Maar ze wil met Adrienne praten. Heeft ze Adrienne haar naam genoemd? Nee. Ze wil iemand van justitie. Ze klonk nogal paranoïde. Volgens haar kan de politie niet garanderen dat ze buiten schot blijft en anoniem. Justitie wel, denkt ze. Geen sprake van. Als ze met Adrienne wil spreken, dan kan ze naar het parket komen. Als je er kon bereiken, anoniem dus. Hier, om 3 uur, met een steek aan de antenne. Ja, misschien heeft ze wel een reden om voorzichtig te zijn. Limits, man. Mooi meid liet ze nog wel in, maar... Zeg, wat is dit voor flauwekul? Ik werk hier alleen maar. Zocht u iemand? Is Talsma er? Nee, wel meneer Govers. Als dit toch een apart adres is, maak er dan een bel op. Ogenblikje. Ben? Ja. Zeg, hoor eens, ik ben chef recherche hier en dit is ook mijn bureau. Ben Govers. Michael Zoethout. Jullie hebben iemand op telex gezet. Ja. Ene Gerrits. Kom hier.
Hé, hey, Kinky, maak jij even een bel op die deur. Voor de gewone mensen. Ja. Ik weet hoe je erover denkt. Daarom wil ik dat Rebecca gaat. Zij kan zich voordoen als OVJ. Dan raken we weer een tipgever kwijt. Ditmaal door bedrog van onze kant. Ik weet hoe een officier van justitie in elkaar zit. Nou, dat weet je meer dan ik. Ik denk dat ik het wel aan kan. Totdat ze je keer als politievrouw ziet optreden. Dat geldt ook voor jou. Misschien is het de goede trouw. We gaan er niet bedriegen. Ik ga zelf. Maar niet zonder dekking. Ik zie het gevaar niet zo. Ja, dag. Hier. Gerrit is dood. Hoe? Geen zichtbare sporen van geweld. Ik kreeg het van een rechercheur van beneden. Wil graag met ons meewerken. Hier in de buurt? Is dat nou toeval of weten ze nu ook al waar we zitten? Nou, Gerrits op de stoep leggen is een oude truc, hoor. Het komt in de krant en dan weet de hele club wat er gebeurt als je met de politie lult. Die man die dat geld in die auto heeft gelegd van die pianist... Niks op het geld, maar 5 prachtige vingerafdrukken op de coverdeksel. Alleen zitten ze in geen enkele computer. Skilla. Niks dan dode sporen. Ze zijn goed, maar ze maken heus nog wel een foutje. Nou, blij dat we tenminste nog 1 optimist hebben. Misschien dat die informant er wat oplevert. Zometeen overleg daarover. Roberto, ik ben boven. Niks ongewoons. Nou, iedereen is op zijn plek. Niemand verroert de vinger, tenzij Adrienne klaksoneert. Onze kant arriveert. Paarse auto, ik denk een Nissan. Het nummer kan ik niet zien.
Bent u van justitie? Waar kan ik u bereiken? Het gerechtsgebouw. Wacht, ik geef u mijn geheime nummer daar. Waar kan ik u bereiken? Kijk voor u. Als u mij probeert te achtervolgen of onder druk te zetten, hou ik voor goed mijn mond. Ik wandel weg, u hoort nooit meer wat van me. We zijn een beetje huiverig voor anonieme informanten. Ik moet weten wie je bent. Ik ben Anna. Dat is meer dan genoeg. Waar ben je zo bang voor? Ik ken de mensen die hierachter zitten, daarom. Eén was een vriend van me. Heb ik uw woord of niet? Anders zeg ik niks. Ik beloof je, je wordt niet gevolgd. Ik werk op het stadhuis. Ze hebben me gevraagd of ik voor officiële geboorteactes kon zorgen. 2000 gulden per keer. Het was voor mensen die zelf geen kinderen konden krijgen. Ik dacht dat ik er goed werk mee deed. Nu denk je daar anders over? Ik wist niet dat die kinderen ontvoerd werden. Ik dacht dat ze uit weeshuizen kwamen. Toen stond er zo'n man aan de balie met een vrouw uit Polen. Ze stond te huilen. Het was haar baby. En ik heb hem ingeschreven als Roland Zuilinga. Meestal is het vanwege geld. Wraak. Ik heb nog nooit een informant meegemaakt die vanwege zijn geweten kwam. Ik denk dat dit een vergissing is. Ik had niet moeten komen. Maar wat wil je dan? Je vertelt me toch niks nieuws? Het moet wel van twee kanten komen. Ik moet die vriend uithoren, dat kost tijd. Er zijn minstens 4 mensen bij betrokken. Ze brengen baby's uit Polen en zo. Heb je namen? Alleen Russo. Ik denk dat hij de baas is. Russo Brink. Onze kant vertrekt. Zie je de anderen? Ik zie de auto. Ik denk dat ze nog even wacht. Nee, ik denk met de lift. Ik heb een kenteken. Kan iemand dat nagaan? Hey, zullen we Adrienne om een signalement vragen? Adrienne? Die gaat door het lint als ze wat dat we hier met 4 man zitten. Die vrouw is echt doodsbenauwd. Maar het is een wel erg ingewikkelde fake. Dat is een wagen van ons, een van de Nissans. Hij staat in een parkeergarage. Het klopt. Wij halen hem daarop, dat is afgesproken. En betaald. En aan wie is hij verhuurd? Waarom wilt u dat allemaal weten? Politie. Hoe is hij betaald? Cash. C. van Doornik. Weet u waar dit adres is? Niet op gelet. De Dam? Ja, de Dam. Het paleis op de Dam. Op het stadhuis hebben we er in no time achterhaald. Nee, we laten er voorlopig met rust. Een huurauto. Hij wordt daar opgehaald. Vanmorgen vroeg gehuurd door een vrouw in een regenjas met een rijbewijs op naam van C. van Doornik. Schaf een adres. 3 keer rijden. Rijksmuseum. Ik heb het stadhuis gebeld. Er werkt een Cornelius van Doornik, keurig ambtenaar van voorlichting, gaat volgend jaar met pensioen. Zou hij zijn rijbewijs uitlenen aan Anna? Er staat toch een geboortedatum op en een foto van de man? Nou, ik denk niet dat zo'n meisje aan de balie daarnaar kijkt, hoor. We hebben dus niks. Ja, dat bedoel ik. We zijn Gerrits kwijt. We zijn de baby kwijt. Alleen een omgekochte pianist. Dus 2 keer niks.
Als we erin gaan roeren, dan raken we Diana ook nog kwijt. Wat we doen, we halen de naam Russell Brink door de computer. Wat me ook opvalt, als Gerrits al 2 dagen dood is, kan hij onmogelijk de baby ontvoerd hebben. Ja, daar heb ik ook een raar gevoel over. Het laatste rare gevoel wat ik me van jou herinner, dat heeft je het verkeerde huwelijk opgeleverd. Niet. Geef me dan Kinky. Ja, Rebecca, ik moet jou nog even hebben. Waarom gaan we niet achter die Anna aan? Op uitdrukkelijk verzoek van de officier van justitie. En daar houden we ons aan. We geven haar een week. Je dossier is in orde, maar ik heb nog wel een vraag voor je. Hoe kom jij hier zo? Hoe bedoel je? Nou, ik bedoel, je zit in Gorkum en plotseling zit je hier. Ik ben alleen maar nieuwsgierig. Wie heeft daarvoor gezorgd? Wat wil je horen? Ik heb de wens te kennen gegeven om bij een speciale unit gedetacheerd te worden. De wens te kennen gegeven bij wie? Ja. Ik heb het hele team samengesteld. Jij bent de enige die ik niet ken. Ja, zo verruim je blik nog eens. Ik heb erom gevraagd en ik heb het gekregen. En jullie korpsleiding gaat akkoord op grond van mijn staat van dienst. Ja, goedemiddag. U spreekt met Johannes van Dodewaard. Ik ben een oude maat van Koos van Dam. Werkt toch bij jullie? Hij is aan het laden. Goedenavond, heer. Even de controle. Mag ik het papier even zien? Het is er eigenlijk aan de hand. Oh, niks bijzonders. Als de laaddeur ook even open mogen? Nou, is dat voor nodig? Ik heb gewoon een lading, alles is uitgeklaard. Het is voor deze heren hier. Ze zijn van de speciale dienst. Hey Koos, op weg naar Polen. Dankjewel. Dit van jou? Ja, nooit gezien. Punt. Bewaar maar als herinnering. Goeie reis. Ja. Wat maak je nou? Moeten we dan?
kindertehuis. Ja, maar dit is ontvoering. En wij zijn politie. Politie? Kan even doodvallen. Oké? Okay?